Beginnen doen we met kokos. Ik gebruik daar kokosschilfers voor. Ik neem daar 150 gram van. We gaan daar kokosmelk uit blik bij doen. Heel belangrijk om dat uit blik te nemen. Want we willen eigenlijk vooral de cream daarvan hebben. Zo dat bovenste laagje, dat is zo ja, bijna room eigenlijk. Hè. Daar gaan we 6 eetlepels van nemen. We gaan dat een beetje zoeten, niet te veel. We gaan daar 2 eetlepels ahorn bij doen. En dan nog een beetje vanille om dat op smaak te brengen. Gaan we 1,5 theelepel van nemen. Wat mag daar nog bij? Als laatste gaan we er nog kokosolie bij doen om de kokos helemaal compleet te maken. Gaan we heel even smelten. Het is niet de bedoeling dat die echt opwarmt, maar we wilden daar gewoon een lopende consistentie van krijgen. Dat is ondertussen mooi lopend geworden. Het is niet de bedoeling dat dat echt warm is, gewoon dat we een lopende structuur hebben. Daar gaan we ook 6 eetlepels van nemen. Altijd afmeten als het lopend is en niet als het uit de pot komt. Heel even door elkaar mengen en dan gaan we dat nog kort even door de chopper doen. Dat we nog meer zodat idee krijgen van een papje. Zo gemakkelijk gaat dat. Dan neem ik er al meteen een vormpje bij. Zo'n taartvorm, zo'n siliconen taartvorm is daar ideaal voor. Daar gaan we straks heel gemakkelijk onze repen van kunnen snijden. Dan mag ons mengsel daarin. En dat is zo een redelijk losse consistentie. Nierig. Want straks gaan we dat in de diepvries zetten. En dan gaat dat allemaal in elkaar koeken. Zo, dan mag dat nu een uurtje in het vriesvak, dat dat goed kan hard worden. Zo, dan gaan wij ondertussen ook ons chocoladejasje al voorbereiden. En ik gebruik daar freezer chocolate voor, dat die zo goed dat krokant chocoladelaagje gaat krijgen. We gaan die au bain-marie smelten. Ik heb hier al een beetje kokend water. Gewoon een pannetje bovenop zetten, dat we dat op een lage temperatuur kunnen smelten. Hè? Het is niet de bedoeling dat dat echt warm is. Het moet gewoon gesmolten zijn. En die is perfect zo. Hè? Gaan we onze bar er al bij halen. En dan door die siliconen vorm. Kijk eens aan. En dan gaan we die nu voorzichtig in bars snijden. Dan doe ik die heel even op een bakpapiertje, dat we goed kunnen smossen. Dan gaan we die nu mooi bekleden. De bovenkanten en de zijkanten die mogen allemaal een heerlijk chocoladelaagje krijgen. Zo, en dan mag je er gerust nog een beetje handmade uitzien. Hè? Perfectie is zo overrated. Gaan we dat nog heel even terug in het vriesvak zetten, dat dat nog even kan hard worden. En daar hebben we onze gezonde bounties voor.